Welcome, this is the energy vibration lesson for the Sun, Moon, and Rising sign of the Crave Cancers, okay? Crave Manson. This, ik moet zeggen, bedankt voor de stone, bedankt voor de positive energy vibration. Jullie naar mij te zenden en ik stuur jullie ook positive energy vibration. Ik moet best wel zeggen, deel deze video. Het is zeer belangrijk. Nou, ik zie positieve situatie in deze week. We beginnen de week met de vier van Pentacles en aarde element. Dan hebben wij de zeven van Staven, vuur energy op dinsdag. Woensdag we hebben nog 10 van Pentacles op woensdag. Dat is goed family situatie. Donderdag is geen goede dag. Daar is 3 mensen dat probeer je in de rug om te dingen. Dan hebben wij de 3 van Staven. De energie van de 3 van Staven is een zeer positieve energie. Dan hebben wij de koningin van de... dan hebben wij de ram, leeuw of boodschattenvrouw. En dit is een vrouw dat is getrouwd. Jullie zijn getrouwd met deze vrouw, oké? Weekend is weekend luisteren naar je intuïtie. 3 dames probeer je best wel in de rug te steken, liggen, bedriegen en dat soort van ding. Oké, zullen wij gaan even kijken. Sommige van jullie houden vast aan je financial stability omdat je besluiten om je rug te terug. Je besluiten om uit je huwelijk te gaan. Oké? Dus als je bent iemand die is getrouwd met een ram, leeuw of een boodschappenpersoon, je zit te sparen omdat je besluiten om uit je huwelijk te gaan. Oké? En de energie van de zon in de omgekeer, als je ziet. Je besluiten om terug te, om weg te gaan. Je rokt terug naar je huwelijk. En de zon zegt ja. Dat is best voor jou. Als we bekijken de energie van je relatie. Je staat steviger in je schoenen tegen je partner. Als je bent getrouwd of in een heel lange relatie. Je staat heel stevig in je schoenen tegen je partner. Oké? En je probeert echt financial stability in je leven. Nou, je probeert financial stability voor je kind. Sommige van jullie hebben 1 kind met die vrouw of kinderen met de vrouw. Maar je wil gewoon je kind even zorgen voor je kind. Oké? De energie van de family. Nou, daar zijn 3 dames in de family dat probeer je in. Te liggen en bedriegen en jou in je rug te steken. En hier luister naar je intuïtie over deze situatie, oké? Whatever de situatie is, luister naar je intuïtie met deze dames. Er zijn 3 dames die probeer je echt in je rug te trekken. Maar maakt niet uit, je gaat even zien dat daar zijn andere mensen. Sommige van jullie, mannen. Jullie gaan besluiten om uit een relatie even met iemand dat is een zakelijke vrouw, even met die vrouw gaan praten. Je wil echt het terug hier bij deze vrouw. Je hart ligt bij deze vrouw en je wil met deze vrouw gaan trouwen. Dus sommige van jullie gaat even weg van uit die relatie omdat... Daar is iemand anders dat je wil samen met deze persoon omgaan. Dit is de vrouw dat je wil even gaan trouwen. Maar je maakt het wel goed om even de juiste beslissing te maken voor je kind. Oké? Je kind is zeer belangrijk. Nou, sommige van jullie, dit vrouw is een stiermaker of een steenbokvrouw. En je gaat even... samen met de vrouw gaan praten en je krijgt best wel een uitnodiging van de vrouw. Dat betekent dat is iemand dat je kent van de pas. Het is een zakelijke vrouw. Het is een vrouw met veel stability in haar leven. En je wil terug hier bij deze persoon. En je gaat even testen hoe de water is.
En je gaat even realiseren dat een key to the door is open. Oké, gewoon een kleine stukje is geholpen. En je gaat even proberen om te zien als je kan echt bij deze persoon even gaan. Nou, het wordt best wel een goede kennis. Deze vrouw wordt een goede kennis van jou. En ze gaat je echt wel steunen, zakelijke, maar ook als vriendschap. Het is best wel een zeer goed vrouw. Ze heeft geen nadigheid bij haar. En ze gaat je echt steunen. Ik zie in de organisatie, je krijgt een nieuw offer. Een nieuw offer komt binnen vanuit van de organisatie. Okay? Een nieuw offer komt binnen vanuit van de organisatie. En dat is best wel goed. Een nieuw offer komt binnen voor jou uit van de organisatie. Het is een really verrassing. Neem de offer. Okay? Want het is best wel goed. Laat los van wat je moet loslaten. Want nieuwe positive energy komt binnen. De mensen die besloten om uit je relatie te gaan. Sommige van jullie dames zitten met je vriendinnetje om te praten. Of met de family. Iemand ga je in de rug steugen. Maakt niet uit. Kom goed. Daar zijn drie dames die zitten hier. Maar je bent beschermd. Dus mensen kunnen liggen en bedriegen. Maar de waarheid komt toch best wel uit. Okay? De waarheid gaat toch uit. Dus die kan gewoon liggen en bedriegen, maar de waarheid komt altijd boven water. Okay? Dus dit is best wel goed positieve week toegewenst. Dus als je was op zoek naar een baan, sommige van jullie gaat echt je droombaan kan krijgen. Sommige van jullie gaat even zien hoe echt smart, some success, some verrassen komt, goed positive energy komt. En ik wens jullie een zeer, zeer positieve week toegewenst. Namaste, tot volgende keer.